Kijkers van Loop TV, welkom bij deze uitzending. In de serie Zomergasten treft u vandaag aan Frank Willemsen. Maar het is weer natuurlijk geen gewone reportage, want u ziet ons moeizaam in een roeiboot zitten. Dat idee komt vooral niet van mij af, maar van Frank. Frank, goedemiddag. Goedemiddag. Je strafte mij al gelijk door te zeggen, ik wil niet in zo'n stoeltje zitten, maar ik wil het water op. Right. Waarom is dat? Nou, ik ben een beetje bang. Nou, ik kan gewoon geen 20 minuten volhouden als een talking head in mijn eentje met een... dat ik 20 minuten zou praten. Dus ik zou heel graag willen dat de mensen, al die trouwe kijkers van Schiedam, dat die ons prachtige Schiedam zien. We moeten nog even. Ja, overigens is het wel zo, jij moet mij aanwijzingen ja, geven. Ja, absoluut. Ik moet nu harder slaan. Slaan, hè, ja, want anders ja, ja, zitten ja, we hier daarnaast bij de buurman naar binnen. Je zegt net zelf, Frank, ik kan niet stilzitten. Is dat iets van, wat tegenwoordig heel modern is? Ben je hyperactief? Ja. Ja. Zoals Jack Kerklaan altijd zegt, gemalen Smarties met cola. Hij is leuk, hè, die Kerkhof. Ja, ik moet elke dag sporten. Anders word ik ongedurig. Ja. Ja. Ja, okay. Ja, dat heb ik hier. Frank, normaal dan ben ik helemaal met mijn gedachten bij het gesprek, maar ik probeer nu ook te overleven op het water. Toch even een korte introductie. Frank Willemsen, geboren Schiedammer. Geboren en getogen Schiedammer, 1950, in de binnenstad. Altijd in de binnenstad gewoond. Uh-huh. En een trotse Schiedammer. Ja, absoluut. Even een korte foul fact. Wat is je opleiding? Waar heb je gewoond? Familie? Ik probeer het maar even te comprimeren. Want... Ja. En onderwijl moeten we nog onderwijl sturen. Moeten ook. We nog sturen. Jij moet inderdaad wat harder gaan. We moeten nu de Appelmarktbrug zien te tweede zien raken. Tweede stuurman zijn we nu. Ja. Dus even vanaf het begin. Frank, waar Frank geboren? Frank geboren op de Grote Markt, 1950. Een groot gezin. Mm-hmm. Groot gezin met, we waren met z'n negenen. En daarnaast woonden ook nog onze opa en oma er. En tante Nel woonde er. Er waren altijd gasten mm-hmm. bij ons thuis. In feite leven we altijd met 15 mensen in een heel groot huis op de Grote Markt. De zoete inval? De zoete inval, ja. Absoluut. Ja. Ja. Wat deed je vader, Frank? Mijn vader die was vertegenwoordiger, dat was vroeger een heel deftig beroep. Vertegenwoordiger in luxe sigaren. Hij heeft van alles gedaan. Maar in schimmelpennen sigaren. Zeg je dat wat? Ja, schimmelpennen. Ja, vroeger van mijn opa kreeg ik zo. Prachtig, hè? Ja, geweldig. Prachtig, hè? Er zat in zo'n doos zat er ook nog een extra groot bandje los in. Voor de verzameling. Voor de verzameling. Ja, onze hele vestibule, wij woonden in een groot huis, dat stond helemaal vol met sigaren. Ja. Daar hing mijn judopak om te judoën. En mijn tegenstanders die waren altijd zo boos omdat mijn pak zo stonk. Stonk naar sigaren. En dat bleek dus naar sigaren te zijn. Je moet nog wat harder trekken. Ja, voordat we de lange avond toch ineens een hele andere wending gaan geven. Nou, een groot gezin, broertjes, zusjes. Ja. Vier broers, vier zussen. Allemaal ouder. Betekende dat ook een beetje aanpakken thuis? Dus meedoen in het huis houden, bedden opmaken zelf, boodschappen doen? Ik ben nog net van de generatie dat wij als jongens helemaal geen pest hebben hoeven te doen. Goed zo. Ik kan niet koken. Je kan helemaal niks? Ik kan niet koken. Ja, ik kan... Nee. Okay. Helaas, van de oudere generatie. Ik schaam me daarover. Oké. Schoolcarrière. Lagere school. Waar zo? Op de Warande, de Jozefschool. Mm-hmm. Nee, niet de Jozefschool, de Thomasschool. Neem me niet kwalijk. Cool. Ja. De Thomasschool, katholieke school. Ja. Erop gezeten. Al mijn broers die gingen naar Jozef. Mm-hmm. En dat was een beetje een deftige school. Hè? Dat is echt een elite school. En ik ging naar de Thomasschool en dat was een rotjongensschool. Dat waren jongens van de Mariastraat. Daar heb ik veel plezier mee gehad. Okay. En daar heb ik een beetje een opvoeding van gehad. Je moet nog wat harder. We dreigen de kade. Wij gaan toch geen zilver pakken op deze deze Olympische tijd. Wat was je voor leerling, Frank? We zaten in een klas met zo'n beetje 40 leerlingen. Je kent het wel, de oude grote klassen. De meeste met lessen maar. Daar waren er drie jongens die mochten naar de middelbare school, wat vroeger zo genoemd worden. Mm-hmm. Er gingen er zes naar de MULO en de rest ging allemaal naar de ambachtschool. Ja. Nou, en ik ging naar de HBS, maar daar heb ik het nog een jaar volgehouden, op het Ludwina Lyceum. Dat daar was, ben ik. Nee, dat was leren.
Ik had een witte fiets en ik zat op een jongensschool. Ik vond die meisjes heel leuk. Okay. Ben ik bang. Okay. En daar ging ik vanaf. En toen werd het helemaal niks meer. Toen werd het van ramp naar erger. Toen werd het naar de MULO. Ik heb MAVO 3 nog eens een keer gehaald, maar dat is echt... Ik heb MAVO, daar ben ik ook al een MAVO 3 gehaald. Oké. Okay. Als diploma. Ja. Maar uiteindelijk, zoals het gezegde luidt, dan kan je altijd nog journalist worden. Precies, dan kan maar je altijd nog... heb je daarvoor nog in dienst gezeten bijvoorbeeld? Nee, ik heb niet in dienst gezeten, daarom drink ik niet. Daar wijd ik dat aan, je hoeft geen kwartje. Heb nee, nou, ik heb in dienst gezeten en achter de bar gestaan. Ik heb zoveel dan weet je gezonken, maar ik drink ook niet, dus dat is toch... Oh, dat is dan... Ja, mooi. Nee, ik geloof het nooit, maar... Hey, als je 5 broers hebt, dan heb je een kleine kans om in dienst te gaan vroeger. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar tussen MAVO 3 en de journalist, wat is daar tussen nog gepasseerd? Er is een heleboel gebeurd. Daar ben ik gewoon gaan werken. Ik heb 10 jaar lang aan mijn marktonderzoekbureau gewerkt. Maar dat was van in de postkamer staan tot achter de camera wiebe. Heb ik ook gestaan. Dat was echt manetje Frans, maar het was wel een heel leuk bedrijf. Ja. Dat was het IPM en dat was van mevrouw Zelderust. Oké. Okay. Daar heb ik een beetje mijn opvoeding gehad. Ja. Wat was je voor een tiener, Frank? Was je 19? Een hele wilde. Dus je hebt natuurlijk de Roaring Sixties meegemaakt. Die heb ik helemaal meegemaakt. Ja, was natuurlijk helemaal... Voor dat soort dingen. Leven dat ook in Schiedam? Want ik heb wel eens de indruk, dat men zegt altijd in heel Nederland, te hippies en zo. Ik heb altijd de indruk gehad dat het alleen eigenlijk Amsterdam een beetje was. Ik weet nog goed dat de hippies, die kwamen op de Koemarkt aan en die kwamen uit Amsterdam. En er waren hier relletjes. En die jongens, er gebeurde niks. Die kwamen alleen maar met de tram aan, notabene. Of ze betaald hebben, weet ik niet. En die kwamen in witte pakken. En er ontstond een orgie van... we moeten maar even de slijs passeren. En er ontstond een geweldige rumoer. Alleen maar dat die lui aankwamen. Ja, maar Schiedam was zeker, met de Quibus, was zeker een hippiestad. Ja. We hebben de branders... De rellen bij de brandersbuurt meegemaakt. Ja. Ik zat zelf in beatbandjes. Ik heb een beetje het idee dat ik er middenin zat. Ja. We maken een sprongetje. Frank Willemsen, journalist, schrijft voor de Maaspost. Ja. Nu Maastad geheten. Ja. Maar oudere Schiedammers houden het natuurlijk gewoon op de Maaspost. Hoera, we blijven hem stiekem Maaspost noemen. Ja, mag niet voor de directie. Nee, waarom eigenlijk niet? Omdat hij officieel Maastad Weekbladen heet. Oké. Okay. Maar dat is een moeilijke naam voor een hoop mensen. Ja, ik moet harder, hè Frank? Ja, maar, jij mag wat harder. Anders gaat de Appelmarktbrug... nee, dit is de andere brug, hè? Nog een keer en dan naar binnen. Oeh. Ja. Ja, is goed, is goed. Ja, is dat goed? Nee, is goed. Oké. Okay. Heel mooi. Ja. Hey, mooie actie. Maar goed, je bent journalist geworden. Pas veel later. Ik ben gaan studeren op latere leeftijd. Ik ben naar de avondschool gegaan. Ja. Ik heb het overnieuw gedaan, wat ik allemaal fout heb gedaan in mijn jeugd. Terwijl allerlei mensen denken van, nou, veel gekker moet ik worden. Hoe heet het? Toen heb je die avondstudie gedaan. Avond VWO. En daarna ben ik gaan studeren in Rotterdam maatschappijgeschiedenis. En dat heb ik keurig afgemaakt op latere leeftijd. Okay. Die journalistiek, zat dat er al snel in? Nee, dat heb ik pas geleerd op die opleiding geschiedenis. Oké. Okay. Kijk, als je geschiedenis gaat studeren, dan heb je toch eigenlijk weinig toekomstkansen. Je kan alleen maar leraar geschiedenis worden. Kijken, want daar moet jij. Want... Of je moet, gaat prima allemaal. Ja. Of je moet onderzoeker willen worden, wat heel moeilijk is. En wat ik geleerd heb op de universiteit... Even wachten hoor, gaan we ik kan niet meer roeien nou. Nee, geef niet. Okay. Gaat allemaal goed. Maar op de universiteit wou je zeggen? Daar heb ik geleerd. Hadden wij een journalistiek practicum. Ja. En dat duurde een half jaar. En daar heb ik meer geleerd dan via universiteit. Kijk, dat bedoel ik. Dat was elke dag werken. Wiebe, luister ook mee. Elke dag met een camera. En met een. Je gaat nu de straat op. En vanavond wil ik een artikeltje van je hebben. Ja. Fantastisch. Gewoon dus een opleiding die dus gewoon to the point was. Alles. Overbodige bagage, leren. Door een superjournalist, Boris Berghout van de NRC. Mm-hmm. Helemaal gepokt en gemazeld. Fantastisch. Ja. Zou ik zo weer over willen doen. Ja, toch wel. Toen ben ik gegrepen en toen dacht ik ineens, ja, dit is eigenlijk veel leuker. Ik bedoel, ik heb nog absoluut interesse voor de wetenschap. Ja, zo praat ik al snel. Maar de journalistiek is sneller en leuker. Je moet het kunnen beamen. Ja, jij bent een echte journalist. Ik ben natuurlijk een vrijwilliger die een beetje meedoet in het spelletje, maar je weet zelf al hoe het loopt. En dus ben ik gewoon 10 jaar geleden bij de Maaspost gewoon als correspondent aan de slag gegaan. Ja. En sindsdien met hartstikke veel plezier. Ja.
Mijn geliefde Schiedam. Ja. Want, even voor de duidelijkheid, we hebben in Schiedam natuurlijk jullie collega's van het Stadsblad en de Maaspost. Ja. Dat zijn bladen die worden huis aan huis bezorgd. Realiseer jij je dat vaak, dat iedereen leest wat je schrijft? Want je schrijft heel veel in die Maaspost. Hè? Het is bijna een eenmansbedrijfje qua schrijven, zou ik haast zeggen. Nee, dat realiseer ik me zeker. En gelukkig krijg ik ook veel reacties van Schiedammers. Ik ken veel Schiedammers, omdat ik ook zo'n oer-Schiedammer ben. Ja. Omdat ik altijd in de binnenstad zit. Ja. En gelukkig krijg je dan reacties. Als ik heb vroeger ook geschreven voor het Algemeen Dagblad en voor het Rotterdams Nieuwsblad. Ja. Dan zit je op je kantoor en dan hoor je nooit wat van. Nee, jij wilt en hoe hoger... Nee, maar je krijgt ook reacties terug van mensen. Ja. Dat zou jij ook hebben, dat je met een plaatselijke televisie krijgt veel reacties. Ja, terwijl als jij bij Achter het Nieuws werkt, met een fantastische reportage over Armenistan, dan zal nooit iemand tegen jou zeggen, joh, wat een leuke reportage, of juist geen leuke reportage. Het is dat je, even om je te onderbreken, afgelopen dagen werd gemeld dat die cameraman is neergeschoten, afschuwelijk natuurlijk. Ja. Maar ja, goed, toen zei, ik dacht Connie Mus van de NOS-journaal, maar er moeten ook journalisten zijn die dat werk doen. Zou dat nog eens voor jou een uitdaging zijn om het Schiedamse te verlaten en als oorlogscorrespondent heel wat anders en heel gevaarlijk te doen? Of ben je niet zo avontuurlijk? Ja, nee, je moet me weer houden als ga ik. Ja? Ja, gelukkig heb ik een aardige vrouw die weer houdt me. Ja? Ja, nee, als ga ik. Maar ik weet donders goed dat het ook sensation seeking is. Ja. Dat het ook een soort sensatiezucht is. Mm-hmm. Hoe mooi ook al die journalisten niet proberen kenbaar te maken dat het zo hard nodig is. En natuurlijk is de nieuwsgeving nodig. Mm-hmm. Maar je moet niet onderkennen dat je het zelf ook leuk moet vinden. Ja. Ja, en als je het zelf niet leuk vindt, dan komt er ook niks uit je handen. Frankje schrijft over Schiedam. Ja. Nou, daar kunnen we uren, maanden, jaren over praten. Dat wordt gelukkig ook heel veel gedaan. Hè? Er is een soort open verhaal in Schiedam. Er zijn mensen bij die zeggen, ja, Frank die wil nog wel eens een beetje zuur schrijven over Schiedam. Ja, ja. Heeft dat nou te maken met de oprechte kritiek die jij waarneemt? Of zeg je na zoveel jaar over Schiedam te schrijven van, ja, weer die bruggetjes, weer die molens, weer dat... In die val hoop ik niet te vallen. Want dat is de valkuil. Dat is de grote valkuil van elke oudere journalist. Ik ben ook weer 58. Maar ik probeer het zo oprecht mogelijk. En daardoor ook zo eerlijk mogelijk. En als er kritiek moet zijn, dan moet je daar... We moeten gaan bukken, hoor. Nou, dat mogen we wel even van tevoren zeggen. Hoe gaan we dat doen? Eerst even die ding naar binnen. Even niks. Laag. Even niks. Die ding naar laag. Kijk hier links. Oh. Ik haal hem even beet. Niks aan de hand. Niks aan de hand, jongens. Niks aan de hand. Nee. Ik heb hem. Ik had ook geen idee, Wiebe. Je had ons wel moeten waarschuwen, hoor. Ja, Wiebe had even moeten... Zullen we teruggaan? Want ik vind dit wel erg... Nee, dit is zo. Nee. Heel zachtjes. Jij controleert hem nu. Als je voelt in het water... Oké, nu kan je weer meetrekken. Ja, en nu weer meetrekken. Trekken. Ja. Anders gaat hij te ver. Ja. Ja. Ja, we zijn er weer. Ja, Wiebe. Nou, we hebben de eerste brug ondertussen geraakt. Bloed op ons voorhoofd. Wij dachten van, nou, te laat moesten we even bukken. Maar goed, het bloed is er weer afgekoeld. Nou, we zaten over de valkuil van Schiedam. De valkuil is dat je cynisch wordt, inderdaad. Ja. En daar moet je verschrikkelijk maar uitkijken. Maar de andere kant van de zaak is, als er iets gezegd moet worden, dan moet het ook gezegd worden. Ja. En dan moet je als journalist er toch een beetje maling aan hebben wat andere mensen daarvan vinden. Ja. Ja. En gelukkig krijg ik vaak veel reacties dat mensen zeggen, nou, toch maar mooi dat je dat even gezegd hebt. Ja. Die reacties krijg ik vaak. Ja. Wat is Schiedam voor stad, in jouw optiek? Schiedam is in mijn optiek absoluut een arbeiderstad. Wat ook de berichten van de statistiekdienst van de gemeente Schiedam wil zeggen. Wij zijn absoluut een stad vol met arbeiders die groot geworden is met de jeneverindustrie en met de metaalbedrijven. En daar ben ik heel trots op. Ja. Daar ben ik er ook eentje van. Ja. Want mijn vader die is ook werkloos geweest in de crisistijd. Ja. Ik had toen de tijd vorig jaar een interview. Je moet hard trekken. Ja, ik moet inderdaad met je collega Sander Sondermans. Ja. En toen Sander zei, ja, jij bent zo van goede willen. Je hoopt maar dat het zo goed komt met die stad. Ik zie het toch niet echt zitten, zei hij tegen mij. Er zal toch altijd weer iets blijven van net niet. Hoe zie jij dat? Ja, dat zegt hij natuurlijk wel mooi. En heimelijk is dat natuurlijk wel zo, maar daar zijn we nou net mannen voor.
je moet natuurlijk altijd optimistisch blijven. Ja. Ik zit net een bericht te lezen. Mag ik dat vertellen? Dat vind ik dan leuk. Ik lees een vrij wetenschappelijk artikel over dat vrouwen altijd veel somberder, we moeten hard trekken, vrouwen altijd veel somberder zijn over de economie dan mannen. Mm-hmm. De verklaring daarvoor is dat mannen avontuurlijk zijn. Ja. En als het slecht gaat met de zaak, dan zeggen we kom op, we gaan er tegenaan. Ook al is het volkomen naïef. Mm-hmm. Terwijl vrouwen veel meer dicht bij de grond zitten. Ja. En die veel, maar daardoor wel veel bezorgder zijn. Ja. En daardoor economisch ook veel conservatiever. Ja. Met andere woorden, ik denk dat er nog genoeg mannen in Schiedam zijn die, hoe rot het ook gaat, die het gewoon willen. En je moet hem neer. Ja, goeie actie. Ja, maar ik denk dadelijk. En nu neerzetten. Nee, nu niet. Oh ja, ja. Nee, ik ben daar. Dat is jouw verklaring. Ja. Wat kunnen wij in jouw optiek, we hebben een heel ambitieus gemeentebestuur, ja, een gemeenteraad die ook zegt van we gaan voor die stad. Ja. Wat is er nou letterlijk uit te halen uit die stad? In meer nog dan dit? Of moeten we het meer in de breedte zien? Ik zie Schiedam, heel snel veranderen. En in feite steeds meer een grote stad worden, net als in Rotterdam. Mm-hmm. Als je kijkt naar onze problemen die we nu hebben met alle afsluitingen van de laatste tijd, ja, vind ik dat typisch, dat doet me alleen maar denken aan Rotterdam. Ja. Rotterdam is altijd opgebroken geweest, ja, voor de metro. En, ja, en dat krijgen wij nu ook. Dus ja, dat zijn grote stadsproblemen. Zou we even een actie van mijn kant moeten verwachten om de bocht te nemen? Ja, mooi. Dan ga je de oude sluis. Ja, heel goed. Je moet ook over die mensen schrijven, Frank, over politici. Ja. Gaat je dat makkelijk af? Of zeg je van ja, er zit ook natuurlijk altijd een persoonlijk element in van vind ik iemand aardig? Of, ik zie altijd bij de raadsvergaderingen, ja, die wij uitzenden, altijd in de pauze, altijd toch wat mensen heimelijk naar jou toe lopen. Ja. Of jij naar hen. Ja. Onder het motto van ja, even tussentijds even wat zeggen, ja, en opmerken. Ja, nee, je moet er absoluut bij zijn. Maar ik wil niet ontkennen, dat is best moeilijk hoor. En politici, dat zijn nou ook weer niet, dat probeer ik ook te waken, dat zijn zeker niet mijn beste vrienden. Nee. Die hebben inderdaad altijd een belang. Ja. Dat, gebruiken ze dat? Ja, die gebruiken ze continu. Ja. Dat proberen ze. Heb jij niet, Jan Willem, eerlijk gezegd, heb jij niet diezelfde ervaring? Nou, dat mensen altijd wat van je, ja, willen? Dat wel, ja. En ik heb, ja, dat klopt. Ja, en daar word je een beetje wantrouwend van. Ja, ja. En daar heb je ook, je hebt best wel eens gevallen waarvan je zegt van, nou, dan voel ik me een beetje gebruikt. Ja. Voor hun meerdere glorie. Ja. En dat moet je dan durven op te schrijven. Ja. Van, ik voel me verbruikt, heb ik pas alleen een column gedaan. Ik voel me misbruikt. Mm-hmm. Bij bijvoorbeeld zo'n persmoment van middenstanders die voor